Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar Sifid en Sylvester spelen Roblox. Ik ben uw presentator Sylvester en irritant om mij heen staat de danser Sifid. Er staat er iemand in het hoekje ook te huilen of te buigen voor de bomen, maar dat maakt niet uit. Vandaag spelen wij een bijzondere spel genaamd Dodgeball. Daar is de intro, daar wacht ik op. Dat gebouw, wipe out die andere team. Wij zijn team blauw en wij moeten tegen team rood. En zodra alles lekker meewerkt. Zullen we even laten... Oeh, ik had volgens mij al één hitje. Want ik hoorde de ting, ik hoorde alweer ting. Deze strandbal. Wat zijn de strandballen dan? Waarom zie je de hoofd van de hond? Wat? Waarom gooi je net... Sudden Death, wij moeten nu met z'n allen tegen één iemand. We hebben dus zijn moeder genaaid, hoop ik. Ah, we hebben wel weer even gewonnen. Ja. Yeah. Dat was snel. Dat was echt wel snel. De winner is... achievement, tot life. En ik had net ook een achievement, maar die ging net iets te snel uit beeld om het nog te kunnen lezen. Nou, spoel gewoon terug en dan weet je. Ja, gewoon even terug spoelen. Tussen dat dit weer eens verkeerd gaat, ja dat... Nou, ik heb 2 hits, 7 ballen gegooid. En... Do like, didn't get high one. Weet ik veel wat dat betekent. Oh, mijn achievement wordt gewoon niet eens geraakt. Vet. Hell yeah. Nou, en we zijn dus nu alweer klaar met deze ronde. Maar over 30 seconden gaat er alweer een nieuwe ronde beginnen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus we zijn zo terug met ronde nummer 2. Mensen, welkom terug. Wij gaan ronde 2 doen van Dodgeball. Team blauw tegen team rood. Sipje is er klaar voor, ik ben er klaar voor. We staan allemaal op ons plekje. Het is tijd voor Dodgeball. Je bent er gewoon klaar voor, Sip. Nee. Wel? Anders ga je met Janke ergens in een hoekje of zo. Wat een grappige muziek voor Dodgeball. Ja. Bij techniek is eigenlijk gewoon willekeurig de hele tijd op je buisje rammen en hopen dat je wat raakt. Ik heb een soort van vuurbal. Vet. Yo, pokeball. Zit pokkenbal, dus geen vuurbal. En ik heb nu ook dog. Go hond! Nou, we pakken zelf weer een bal, we gooien het naar de andere kant. Die eigenlijk is het willekeurig klikken wat ik nu doe. We gaan iets heel gevaarlijks doen, maar we gaan heel dichtbij kwamen. Met het hoppla! Volgens mij heb ik diegene vermoord, maar we gaan... Het mooie is met Sudden Death heb je dus allemaal 3 ballen die je er zou gaan gooien. Je kunt zelfs ballen opstapelen. En wij hebben gewonnen, team blauw voor de win. GG, al dat soort dingen. Voor nou. Ah, we hebben gewonnen. Sipri Pleteraria. Je hebt 3 KO's, Sip, dus je bent de hoofdwinnaar van deze ronde. Krijg ik niet zo dat je goed hoor? Ik heb 2 hits, 12 ballen gegooid. 3 KO. You got the game winning KO, dus ik heb de winning KO gegooid. Ik krijg geen achievement. Ah. Oh, Siprit, dit spel is gratis. Einde! Tuurlijk. Nou mensen, dit was ronde 2, we zijn zo meteen terug met ronde 3. En ronde 3 staat voor de deur, ik moet mijn poppetje even van zijn plek afkrijgen. Hij is best wel lui vandaag. Hey! Zo, de poppetjes zijn weer klaar voor. Ik denk het. Het is tijd voor ronde 3 Dodgeball. We zijn nog steeds team 3. Team blauw bedoel ik. Yes, het is team ronde 3. Go, 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 Power Rangers. Stupid SCU. En ja, we zijn gewoon weer terug. Oh, ik heb iemand genockout. Sylvester is helemaal happy. Nou. Ik heb heel snel iemand genockout, maar toen werd ik ook genockout. Ah, Sipit is dus niet meer in het spelletje, Sipit is al gekeild. Waarom hoor ik muziek van Animal Crossing? Hoor je van wat? Ha! Zag je hem? Dat was even de lekkere hoor. Namelijk een soort van drugs liedje. Ja? Animal Crossing. Oké. Okay. Maar wat heb Animal Crossing met trefbal te maken? Of is dat een ding wat wij zelf ook nog niet weten? Ah, ik werd geraakt, maar ik leef nog.
Er staat iemand heel droog met die bal voor mijn neus van zoiets van wat moeten we doen met dit spelletje. Maar dat maakt niet uit. We hebben nog 60 seconden left en er zijn nog 2 van team rood en 3 van team blauw beschikbaar. Onder andere ik en 3 andere noobs waarvan ik de naam niet ga lezen, want dan ben ik te druk bezig met de namen lezen en niet op het andere team letten. We pakken snel nog een andere bal, dus het is 2 tegen 2, het wordt nu echt spannend. Daar gaan wij niet raken met je moederkind. Oké, ja, kom. Nee, ga me niet raken. Ik probeer alleen de bal. Oh, mijn ja, vuile moeder krijgt tieten. Gloeiende. Nee. Oh, dat was een effectbal. Je moeder op de haag zei. Kom op, ja. Balletje. Oh, nee. Krijg fucking tieten. Het is 2 tegen 1. Nog maar 1 iemand in ons team over. Nog maar 1 iemand. En helaas, het is 2 tegen 1. We gaan even applaudisseren. En we zijn... we zijn ingemaakt door Team Rood. Dus op dit moment is de score 2 tegen 1 voor Team Blauw. En zoals altijd, even mijn score. Het zal niet erg veel zijn. Je hebt toch 4 hits en toch 2 te de ballen gegooid. Hey, Seal. Ja? Ik heb first blood. Oké. Okay. Ik heb 1 KO, 2 hits, 3 throws. But... Nou, is dat best wel veel? Inderdaad. Nou mensen, zijn we zo meteen weer terug en we komen terug bij ronde nummer 4. Tot zo meteen. Behalve ik kon gedansen voor Seal zo. Ronde 4 staat voor de deur. Niet huilen, blauw poppetje, want jullie mogen weer. Het gaat weer beginnen. Ronde nummer 4. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De stand staat nu 2 voor blauw en 1 voor rood. Ik en mijn broertje zitten in team blauw. En we spelen nog steeds dot gebal. En we gaan weer. Balletje gooien. Komt-ie maar. Top. Heel willekeurig springen en gooien tegelijk. Dat zat er bij techniek en dat werkt tot nu toe eigenlijk altijd heel goed. Denk ik. Sivuut, wat is jouw techniek voor dit geweldige, maar echt druk spelletje? Oh, wauw, die bal gaat snel. Cocaïne the Musical? Ja, ik heb iemand genockout. We gaan een beetje verliezen hier. Oh. Wat zijn de ballen? Ja, die zijn allemaal bij Team Rood, Sip. Ik zocht net ook ballen. Hey, volgens mij heb ik iemand naar zijn hoerenmoeder gegooid. Ik gebruik jouw schip. Ah, ik gooide net niet goed. Net niet. Ik moet naar voren lopen, want ik moet ballen nodig. Ik heb nou ballen nodig. Hopla. Voordat hij erbij kon gooien. Ben je dood dan? Nee, dat niet. Maar al die ballen liggen bij Team Rood. Wij kunnen helemaal niks doen. Misschien ergens in een hoekje, nee. Al die ballen liggen bij Team Rood, dus wij kunnen op dit moment... Het is momenteel 2 tegen 2. Erg spannend als Team Rood even een paar ballen aan los zou geven. Zou ik het heel erg waarderen. Dus niet op mij gooien. Oh, fuck. Oh, we zijn de enige twee die over zijn. En we hebben gewoon geen ballen. Nee. Zipriet, nee. Ik ben de enige nog over. Ah, zo jammer weer. Het rode team krijgt weer een punt erbij. Het is nu 2 tegen 2. We gaan de 3 beste van de game doen. Dus het rode team heeft gewonnen. 2 tegen 2. En dan gaan we even mijn eigen score uiteraard bekijken. Dat ben ik, Flikker25. Ik heb 2 KO's, 5 hits en 12 throws. Ik ben wel de loser, want ik was de laatste die doodging. Maar ik heb een poging gedaan. En dat telt. We zijn zo meteen terug met een nieuwe ronde. Nieuwe kansen. Dat wordt dus winning point. Ik zie jullie zo meteen weer. Mensen, team, ronde nummer 1. Wie niet weg is, is gezien. Wauw, Sil, je bent weg met de stop. Ja, ik ben inderdaad heel slecht in verstoppertje. De winnende ronde van Dodgeball komt eraan. Het is 2 tegen 2 en wie deze ronde gaat winnen, gaat naar huis met de enige echte. Ik was op YouTube, maar ik speel een willekeurig spelletje met Roblox heet T-shirt. Wil je dit T-shirt nou ook? Dat kan. Nee. Moet je er eentje laten maken.
we gaan, we staan sterk. Op dit moment 7 tegen 4. En op dit moment zit ik nog in de game. Ik liep even naar voren om mijn balletje te pakken. Want de ballen zijn best wel schaars hier op dit moment. Auw. En dat is omdat Team Rood eigenlijk meer zijn ballen van hun eigen kleur verzamelt. We gaan die ene in het hoekje proberen hoor. Oeh, net niet. Even iets meer richten. Auw. Tijdens het richten kreeg ik pijn. Maar we gaan gewoon willekeurig door. Naast gestild. Ballen in de lucht. Het is op dit moment... Zit niet. Het is op dit moment 2 tegen 7. En oh, wat is het spannend. Oeh, hij had me bijna geraakt. Maar ik sprok mijn moeder en ik kreeg dus geen tieten. Hapla. Oeh, ik heb hem gekeo'd. Ik heb hem gekeo'd. Dus we gaan nu met z'n allen op één iemand af. Gooi al je ballen. En... Door de kaartje aanval heb ik gewonnen. Jee! En daarbij heeft Team Blauw 3 hele punten. En wij feliciteren Team Blauw! En onze topspeler is... Funny Aries. Wauw. Ik heb wel een achievement. Wel een achievement. En ikzelf, we gaan nog even naar mijn eigen dingen kijken. 1 KO, 3 hits en 18 troost. Bedankt voor het kijken naar deze ronde. Dodgeball, Sippy Tessenfest speelt Dodgeball. Natuurlijk. Merci bien voor het kijken. Sipi, zeg nog even wat leuks. Ga niet aan de cocaïne, jongens. Straks maak je deze spel. Ja. Hartstikke bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Hoi hoi. Woo!